plicht tegenover de wereld, die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van de Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land samen te brengen voor de gezamenlijke opbouw.